Trainen met Elsie, video 6 alweer. Het is zaterdag en vandaag vanaf een hele saaie locatie, namelijk mijn slaapkamer. Maar na alle zware trainingen van afgelopen week slaat de vermoeidheid er bij mij ook wel in. Vandaag heb ik weer een pittige dag, dus ik vind het fijn om in de vrije uurtjes die ik heb de tijd in mijn slaapkamer door te brengen door nog wat rust te kunnen pakken. We zijn vanochtend de dag begonnen met open water zwemmen, weer in de dam waar we afgelopen maandag ook gezwommen hebben. We hebben daar een set gedaan van 10 keer 400 meter op verschillende intensiteit. En het regende vanochtend een beetje, maar met zwemmen was het eigenlijk heel lekker. Dus lekker in het open water met die regen en dat gaf eigenlijk wel een heel mooi effect. En dat was echt heerlijk. We zouden na afloop meteen fietsen voor 3 uur. Maar omdat het regende, hebben we ervoor gekozen om dit fietsen op de turbo te doen. Dus ik ben naar huis gegaan, ben meteen op mijn turbo gesprongen en heb ik 3 uur gefietst. Aan het eind van de dag heb ik nog een andere fietsrit staan van 90 minuten. En daarna heb ik nog een run of the bike. Dus 4 sessies vandaag. Open water zwemmen, fietsen, nog een keer fietsen en lopen. Pittige dag. Het zou kunnen dat ik misschien morgen een rustdag heb. Maar goed, het blijft altijd een verrassing. Dus we gaan het zien. Dan gaan we door naar de vragen van vandaag. En we beginnen met een vraag van Tim Melista. Als ik je naam zo goed uitspreek. Zijn er momenten dat je niet zou willen leven als pro-atleet, maar dat je denkt, laat mij maar lekker dokter zijn? Nou Tim, die momenten heb ik absoluut zeker wel eens. En dat geldt dan met name voor de momenten dat ik lichamelijk een beetje vermoeid begin te raken. Omdat we zo met alle toewijding en full dedication met onze sport bezig zijn. Dat het echt dag in dag uit is, 7 dagen in de week en 3 sessies op een dag. En tussendoor eigenlijk heel weinig vrije momenten zijn om eventjes op adem te kunnen komen. En bijvoorbeeld vanavond dan had mijn huisgenootje hier me uitgenodigd voor een dinertje. En omdat ik juist vandaag ook me een beetje vermoeid voel, dan wil ik daar heel graag naartoe. Maar dan kan ik het eigenlijk gewoon niet opbrengen om daar naartoe te gaan. Omdat het me gewoon te veel energie kost. En dat is af en toe ook echt wel. Ja, dat zijn gewoon af en toe de moeilijke momenten van het profleven zijn. En dat je daar ook mee moet gaan dealen. En dat ik elke dag gewoon om 8 uur op bed lig. Omdat ik gewoon echt mijn slaap moet pakken. Om die dag daarna weer op energie te kunnen zijn. En dat dan de wekker 's ochtends weer vroeg gaat. En dan denk ik af en toe echt wel van, oké, Els, waar ben je aan begonnen? En waarom ga je niet gewoon lekker terug naar het ziekenhuis? Leuk naar al je collega's en naar het werk wat je ook onwijs leuk vindt. Maar als ik er dan weer heel eventjes bij stilsta, dan denk ik van, het is zo uniek en zo bijzonder wat ik nu allemaal meemaak. En hoe ik mezelf ontwikkel, hoe ik mezelf leer kennen. Al die onwijze gave plekken waar ik allemaal ben, dan wil ik dat ook absoluut niet missen. En dan zijn het juist die moeilijke momenten en zware momenten van vermoeidheid die mij uiteindelijk ook weer sterker maken. Dus zo kan ik de vraag beantwoorden. Linda Broersman, je had het gisteren over een easy run die eigenlijk niet zo easy was. Is zo'n training dan nog wel effectief? Dat is vrij scherp van je, Linda. Want eigenlijk, als ik een easy run heb, dan moet ik dat ook echt easy doen. Met de heuvels is dat gewoon echt wel lastig. Omdat automatisch kost dat gewoon meer energie. Maar wat ik dan eigenlijk had moeten doen, om het echt easy te houden. En als het hardlopen te veel was, dan had ik ook gewoon die heuvel op kunnen lopen. Om wel gewoon mijn hartslag rustig te houden en het easy te houden. En op het moment dat ik dan boven was, dat ik dan weer rustig kon gaan lopen. Ik had het misschien die heuvels op, had ik wat rustiger kunnen doen. Maar gelukkig de rest van de loop op het meer vlakke gedeelte heb ik wel gewoon easy gedaan. Waardoor de training alsnog wel zijn effect had. Een vraag van Sharon Glory. Hoe maak je lange taksritten die langer zijn dan 2 uur voor jezelf leuk, aangezien het echt een lange zit kan zijn en het op den duur saai wordt? We maken die eigenlijk leuk, of dat doet mijn coach eigenlijk, want hij maakt al die schema's voor mij. Maar vanochtend had ik dan bijvoorbeeld 3 uur fietsen op de tax. En die 3 uur was opgedeeld in blokken van 20 minuten. Waardoor uiteindelijk die 3 uur nog sneller voorbij gaat dan als je bijvoorbeeld 1 uur continu aan het fietsen bent op een tax. Zonder echt specifieke oefeningen tussendoor te, of tempoblokken tussendoor te hebben. Dus door echt te spelen met verschillende tempoblokken, door verschillende cadans, dus de trapomwentelingen die je maakt, toe te passen, kan je het op die manier denk ik langer volhouden en wordt het niet zo snel saai. Een andere vraag van David Ubbens. Heb je manieren om ervoor te zorgen
dat je motivatie en focus houdt tijdens een 10 uur lange race? Of gaat dat vanzelf? Wat ik altijd probeer tijdens Ironmans of tijdens echt die lange wedstrijden, is dat ik niet te ver vooruit ga denken. En ga denken dat ik aan de start van bij het zwemmen, dat ik dan denk van oh shit, ik moet nog 4 kilometer zwemmen, ik moet nog 180 fietsen, ik moet nog een marathon lopen. Maar dan denk ik van oké, ik ga nu zwemmen. Ik ga nu naar die eerste boei zwemmen, dan ga ik naar die tweede boei zwemmen. En kilometer voor kilometer in het proces blijven. En dan met fietsen ook, echt van aid station naar aid station fietsen en met lopen. Als ik start, ja, dan tel ik eigenlijk ook altijd al die aid stations waar ik langskom. Dus gewoon echt van nummer 1 naar nummer 2 naar nummer 3. En elke keer dan gewoon echt heel erg aan het moment blijven zitten. En dus niet denken van, oh shit, ik moet nog zo lang. En ik denk als je op die manier echt in een proces blijft zitten, dat het dan de dag ook sneller gaat. En dat je uiteindelijk dan ook tot een beter resultaat komt. En zeker betrap ik mezelf af en toe wel op tijdens zo'n race dat ik eventjes mijn aandacht verlies en dat mijn gedachten even helemaal zijn afgedwaald. Maar dan probeer ik mezelf weer zo snel mogelijk te pakken van oké, focus blijven houden, in het proces blijven en dan gaan we dan kijken hoe we eruit gaan komen. De laatste vraag van triathlon. Als je één wedstrijdmoment zou mogen kiezen als mooiste herinnering, wat zou dat dan zijn en welk moment het zwaarst? Nou, laten we met het zwaarste beginnen, want dat is natuurlijk minder leuk dan het leukste moment. Het zwaarste moment, of ik had misschien één van de zwaarste momenten, want ik heb er wel meerdere gehad. Maar dat was tijdens de Ironman in Australië afgelopen jaar in mei. En toen kwam ik als tweede van de fiets af en ging het lopen eigenlijk tot halverwege heel erg goed. Maar daarna kreeg ik problemen met mijn voeding, werd ik echt onwijs misselijk en begon ik met spugen. En dat hield maar niet op. Dus het was echt gewoon lichamelijk was ik echt zo aan het einde en zat ik zo op mijn grens. En dan, toen kon ik echt alleen nog maar denken aan die finish en het maakte me niet uit hoe ik finishte, maar ik wilde gewoon finishen. Maar dat was wel echt heel zwaar. Het was gewoon echt van aid station naar aid station. Proberen om te kijken wat er nog in zat. En echt naar prullenbak. Om elke keer moest ik weer spugen. En dat was wel gewoon echt heel zwaar. Dus toen ik echt helemaal lichamelijk op mijn uiterste zat. En echt op de grens zat. Maar dat je het dan echt nog moet doorzetten om te kunnen finishen. En ik had toen ook nog de positie dat de twee die achter mij liepen, die kwamen echt steeds dichterbij. Dus het was ook nog echt een gevecht met hun om hun voor te blijven. En uiteindelijk is dat echt op iets van 30 seconden nog gelukt. Dus toen ik finishte, echt heel erg blij. Ik ga even kijken of ik dat filmpje nog ergens kan vinden toen ik finishte. Want dan zal ik hem nog even in de video monteren. Dat is misschien wel leuk om even dat moment te laten zien. Dan gaan we naar het leukste moment. Veel leukere dingen. Wat is mijn mooiste herinnering en wat zou dat dan zijn? Daar heb ik echt geen twijfel over. En dat was toch echt afgelopen jaar gedurende de Ironman in Maastricht. En dan met name echt die laatste 400 meter van voor de finish. Want eigenlijk dat wat ik nooit had durven dromen en nooit had verwacht, dat kwam op dat moment uit dat ik gewoon als eerste over die streep ging komen. En dat besef dat ik daar ging winnen, dat was gewoon echt waanzinnig. En gedurende die race waren al die Nederlanders al aan het supporten. Het was mooi weer, mijn vrienden waren er, er was familie. Dus dat was echt, echt bij verreweg mijn hoogtepunt. En het is eigenlijk ook nog, tuurlijk, er zijn heel veel nare dingen na afloop van die race gebeurd. Maar dat is echt zo'n klein stukje van al die mooie herinneringen die ik aan die race heb.
En er zijn ook echt heel veel filmpjes van gemaakt waar ik ook nog regelmatig naar kijk. En een van, dat laat ik nu ook even aan jullie zien om nog even met mij mee te gaan in dat mooie moment. Geniet. Dit was hem weer voor vandaag. Trainen met Elsie, de zaterdag. Ik zie jullie morgen met de allerlaatste video. En ik ga nog eventjes rusten voor mijn laatste twee sessies van de dag. Doei!